Deze keer ben ik bij Harry van Haren, 91 jaar. En ik ga eens luisteren naar het leven van Harry, want Harry heeft een heel spannend verhaal en ook een heel spannend leven achter de rug. Harry komt uit Liemt, klopt dat, Harry? Dat klopt, ja. En die is ook geboren in Liemt. Ik ben geboren in Liemt, ja. U heeft uw hele leven in Liemt gewoond en nu woont u 5 jaar op Smalwaterhof. Ja. Zeg ik goed, Smalwaterhof. Dat vind ik goed, ja. Ja. En dat is eigenlijk langs Simeonshof. Langs Simeonshof. Ja. Maar u woont hier wel eigenlijk nog zelfstandig? Zelfstandig, ja. En u kunt wel naar Simeonshof toe of is dat helemaal apart? Wij kunnen er gewoon gaan eten als ze willen. Maar we zitten er elke avond te kaarten. Oh, dat is ook leuk. Ja. Ja. Dus u gaat iedere avond na het eten? Dan gaan we om 7 uur, 7:30, dan gaan we naar kaarten. U woont hier nou alleen? Ja. Want ik begrijp, uw vrouw, die leeft ook nog? Die leeft nog, ja. Maar die woont niet meer bij u, hè? Nee, nee. Die zit in het verzorgingstehuis. In het verzorgingstehuis. Ja. Ja, dat is wel heftig. Ja, dat is niet leuk, hè? Nee, want als je allebei al voor zo lang bij elkaar bent, hoe lang woont ze daar al? 4 jaar ongeveer, ja. Ja, goh. Ja. En gaat u daar regelmatig naartoe en zo? Daar ga ik als kan elke middag naartoe. U gaat dan met de auto of hoe? Nou, als het regent ga ik met de auto en anders ga ik met de rollator. Ja, ja. 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 Jullie hebben samen ook een groot gezin, 4 dochters hoorde ik. 4 dochters, ja. Ja. En die wonen ook allemaal in de buurt? Eén woont er dan in Engeland. Eén woont er in Kuik. Eén woont, de jongste die was in Udenhout. Mm-hmm. En de andere woont in Liemde. Oh, dus dat is wel mooi, dichtbij. Ja, ja. Ja. Tegenwoordig is het, maakt het niet uit, hè, waar ze allemaal wonen. Nee. Heeft u ook nog, want u heeft natuurlijk de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ja. Hoe oud was u toen? Tweede Wereldoorlog? 13, 14. Ja, mag net zeggen. Ja, ja. 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 Ik was pas van school af, eigenlijk. Heeft u daar nog herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog? Ja, ik ben wel gekeurd voor de arbeidsdienst toen, hè. Maar toen moesten de mensen moesten in Duitsland gaan werken. Hè. Maar toen was ook al op die leeftijd, zo jong? 17 jaar moest naar de keuring. En ik was ook goed gekeurd. Maar de Engelsen en Amerikanen die kwamen eerder. Hè. Dus je was net op tijd? Ja, ja. Anders hadden we ook nog naar Duitsland gemoeten. Ja, maar daar ben ik niet geweest. Hè. Nou, maar toen waren we 18, toen kregen we een oproep voor diensten. Ja, maar voor die oproep? Ja. Toen u als kind was, heeft u ook herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog? Hoe was dat bij jullie thuis? Ja, in jaren 3 toen het aan de gang was, mm-hmm. zijn wij geëvacueerd geweest. Ja. Maar wij woonden maar een kilometer verder weg, en daar woonde mijn zuster. En daar hebben we een schuilkelder gemaakt en daar hebben we in een schuilkelder gezeten. Oh ja? En waarom? Omdat het Liemt zo gevaarlijk was op dat moment? Of? Toen de Engelsen en zo geland waren in Zon, dus dat is alweer aan het einde. Toen zijn er heel veel granaten op Liemt afgeschoten. Zo, oké. Okay. Ja. Nou, mijn moeder is 6 weken om de grond gezeten. Oh. Altijd in de schuilkelder. Oh. Ja. En jullie ook dan? Nou ja, ik moest dan bij een oom van men gewoon gaan slapen s'nachts. Dat sliepen we in de kelder natuurlijk. Ja. En je moest om 8 uur binnen zijn, hè. Je moest om 8 uur niet meer buiten komen. Want u heeft wel gewoon op school gezeten, op de lagere school? Gewoon als ik in school gehad. Nee. Want toen brak de oorlog uit, toen u van school afkwam eigenlijk, ja. Hè? Ja, was het brak de oorlog uit, ja. En dan kon niks meer? Nee. U heeft ook bij Van Oerlen gewerkt, de weverij, waar zat die precies in Boxtel? Is dan bij Zandvliet, daar langs de Dommel? Ja, vlak aan de Dommel was het. Ja, dan weet ik wel waar nou het is. Nou is er wat een brugje gemaakt. Ja. Ja. En door, daar zat, en daar zat Van Oerlen. En dat was een weverij? Ja, een band en... een band en damast, weverij. Ze werkte heel veel damast voor het leger. Ah. Maar ik was aan de band bij. Ik heb heel veel militaire banden gemaakt. Ja, dus die, echt die riem, voor... Dus nou die riemen van hebben en alles, ja. Oké, okay. Banden. Dus geen... Ja. Ik zat bandje weven, ja. Nee, dus die deed je alles voor het leger? Of tenminste heel toen veel heel voor het veel leger. Gedaan, ja. Legerband, ja. Oh, dat wist ik eigenlijk helemaal niet, dat Van Oerlen ook zoveel voor het leger heeft gedaan. Met de rand zijn ze vertrokken naar Zandvliet, of naar de nieuwe
in de industriewijk. Hè? Ja, oh, daar zijn ze. En daar zijn ze ook weer weg. Oh. Daar zitten de Joegoslavië. Oh, dat is. Want u heeft daar in ploegendienst gewerkt. En ja. Was er dan 2 of 3 ploegen? 3 ploegendienst. Oh, dat is ook al. Dat was dan 's morgens vroeg? De ochtenddienst was van 7:30 tot 14:30. En dan de middendienst van 14:30 tot 11:00. En dan de nacht van 11:00 tot 7:30. Jee, dus er werd continu aan gewerkt? Continu, ja. Weverij, ja. En dan hadden jullie bepaalde schema's van tevoren? Kregen jullie al wanneer, welke ploeg dat je had? Ja, je wist elke week, roleren dat. Oh ja, oh, dat ging zo automatisch. Nacht, ochtend, middag. Ja, dat is ook zwaar geweest, denk ik. Ja, ik kon goed tegen nachtdienst. Ja, kon u nog goed tegen? Ja, ja. Kon u ook goed slapen overdag? Ja. Oh ja, dat scheelt ook wel, hè? Ja. Want hoe lang heeft u daar gewerkt? 13 jaar. Waarom bent u daar weggegaan? Nou, toen moest ik in dienst. Ja, ben ik 3,5 jaar weg geweest. Ja. Als jonge jongen bent u in dienst gegaan? U was dienstplichtig. Dat was toen nog, hè? 19 jaar. En waar bent u toen naartoe gegaan? In dienst? In dienst, ja. Naar Utrecht. Oh. In de Oriëlkazerne. En welk jaartal was dat? In 1946. En waarom Utrecht? Daar zat de verbindingdienst. En wou u per se daar, mocht je daar zelf kiezen dan? Waar nee, je toe ging? Nee. Oh. Je ging naar de keuring vroeger. Ja. En dan kon je opgeven welk onderdeel of welk graad bij het ben. Maar ik had opgegeven chauffeur. En ik ben chauffeur geworden in dienst, altijd. En deze verbindingsdienst, wat houdt hij dan in? Wij stonden in Indonesië in verbinding met de troepen vooraan. Met het vliegtuigje dat erboven vloog en met hoofdkwartier in Samara. Dus dat wil zeggen eigenlijk dat je dan door middel van apparatuur in contact stond met vliegtuigen? Met hoofdkwartier en overal mee, ja. Maar ik niet, want ik was alleen chauffeur. Oké, dus er zat eigenlijk zeg maar iemand langs u en die had dan zo'n... Nee, er zat met een man of 4 waren ze. Maar die zaten dan bij u in de wagen en die hadden dan constant contact. Ja, eigenlijk een soort verkeerstoor. Ja, die hadden heel de dag met de seinen, hè. Weet je wel. Ja. Ja, ja, daar ken ik niks van. Nee, en u was alleen maar chauffeur, maar ik was chauffeur, met, U reed rond eigenlijk en u bracht ze overal naartoe waar ze moesten zijn. Toch moest, ja. Ooit midden in de nacht, met spoed. U heeft het nou over Indonesië, maar dat heette vroeger Nederlands-Indië. Nederlands-Indië. En dat is nou Indonesië geworden. Indonesië geworden. En Nederlands-Indië, dat was dan bezet eigenlijk door de Nederlanders. Koloniaal. Natuurlijk. Ja. Want de kolonie van Nederland. Ja. En jullie gingen daar naartoe om het te bewaken, om de vrede te bewaken? Nederland wou net weer als vroeger, hè. Dat zij het gezag hadden over Indonesië en alles. Maar Indonesië die wou voor het vrij zijn. Ja. Die Indonesische troepen, ik noem dat dan weer Indonesië, die wouden de Hollanders weg hebben. Die waren in oorlog met de Hollanders. Ja. En Holland wou Indonesië weer behouden. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze verloren dan, de Nederlanders. Toen er Amerika tussen kwam, toen was het zo afgelopen. Want wat deed Amerika dan? Die zei van weg jullie naar huis? Nou, dat zei ze zo niet, maar toen was het eigenlijk... Indonesië weer op de eigen kwam staan in 1949. Ja, ooit, als je zo dienstplichtig bent en je gaat in dienst en je wordt uitgezonden, heb je ook geen keus, hè? Nee. Hoe was dat voor u dan? Om dan te gaan vechten in zo'n land? Was u het ermee eens eigenlijk? Ja, dat wist eigenlijk niet wat er zou gebeuren daar zo. Daar wist er niks van eigenlijk, hè. En je dacht altijd, het is van ons, dus dat blijft van ons. Ja. Zo. Ja. Dus ik was 14 dagen waren wij in Indonesië en toen was de eerste politionele actie. Wat was er toen, de eerste? Politionele acties noemen ze dat daar. En dat houdt in, de eerste... De Hollanders die trokken Indonesisch gebied in. Oh, oké. Okay. Ja. Of toen was het Nederlands-Indië gebied. Nederlands-Indië, ja. Er zijn foto's uit Indonesië. Ja. Er was een gebouw in Semarang waar wij lagen. Dus het was een schoon gebouw. Ja, dat is zeker een mooi gebouw. Het Paleis van Justitie was het vroeger geweest. Oh ja? Ja. Zaten er allemaal mannen, vader ook vrouwen? Of dat was toen bij nog ons niet zo? Nee, dat was denk ik ook nog niet. Met de officieren, er zaten wel vrouwen door in de buurt. Ja? Officieren zaten bij de vrouwen. Maar die waren meest verpleegsters. Ja. Dus die waren expres ziek, die officieren van die mooie verpleegsters. Hoe lang heeft u daar gezeten, Nederlands-Indië? 3 jaar.
Nou, ongeveer 10 jaar. Ja. Ja. En toen zijn jullie met vliegtuig, boot, hoe gaat dat dan? Het was een oude verrassing. We hebben 5 weken gevaren voordat we in Indonesië waren. Oh. En ook wel een beetje fatsoenlijk, of was het? 300 man in de ruim, 4 bedden hoog, zo'n smal paaike. En dan moest alle plunje zak en alles moest ook naar wij staan. En toen waren niet 19 jaar? Ja. Dat lijkt me toch ook wel heftig zo voor uw ouders, zo voor als moeder, ja. Als ik toch mijn kind van 19 zo moet zeggen, nou jongens, ja. Je weet niet of je thuis komt en hoe die thuis komt. Nee, ik weet het niet. Hoe maar was dat voor uw ouders? Dat was ook wel heftig. Ja, dat was heftig, ja. Hoe was dat nou, toen jij daar zat, hè, Nederlands-Indië, hoe was de communicatie met thuis? Hoe had je contact met jouw vriendin, met jouw ouders, hoe ging dat dan? Bij brieven. Ja. En een brief deed er 4 dagen over toen. En die ging gewoon met het schip op en neer? Die worden met het schip, met vliegtuig. Ja, vliegtuig natuurlijk, ja. Vliegtuig. Ja. Maar toen vlogen ze 4 dagen in Holland te bereiken. Goh, ja. En met de eerste of tweede politionele actie, toen hebben we alles gestaakt. Hè. Kwam geen post of niks nee? meer. Nee. En waarom niet? Waarom werd er alles gestaakt? Ja, daardoor weer een actie van de Hollandse. Ja, in Holland binnen ze staken. Oh, die waren tegen dat jullie daar in oorlog waren en daarom hadden ze het gestaakt. Dus de post die staakte. Oh, en toen kregen de 25 brieven in 1 keer aan de hand. Ja, maar dat is wel leuk dat de thuisfront zo bleef schrijven. Ja. Dat was natuurlijk uw ouders. En werd, een vriendin. Er werd een thuisfront opgericht, hè, overal in de om dingen te verzamelen. Ja, voor, een pakketje kregen we af en toe. Oh ja. Op post. Ja, leuk. En nou zie ik, wat is dit? Ja, dat is een gesproken brief. Gesproken brief? Mijn ouders. Gesproken brief. Okay. Mijn moeder, mijn broers en mijn zusjes die in het dorp spreken. Huh? Hoe ging dat dan? Hoe kun je hier een gesproken brief krijgen? Nou, ze kwamen ergens bij elkaar met een hele groep, die Indiërs zaten, die jongens. En er werden dan dit opgenomen, die plaatjes. In een studio eigenlijk? Ja. Een speciale ruimte? Ja. En dan kon uw moeder of vriendin, ja. Dat lijkt me ook wel raar als je daar zit en hoort hun stem. Was dat niet emotioneel om dat te horen? Maar toen had ik een andere vriendin. En die staat hierop? Die staat hierop, ja. En dan en die ouders staat hier ook op? Broer of zusjes of ja, zo? Of ja, staat, oh. ja, die staan erop, ja. Hoe was dat ook? Met mijn vader en dit is een hele grote, hier staat dus meer op. Ja. De gesproken ze zijn 2 keer geweest. Ik denk 1 keer een grote en 2 keer of een kleintje. Of zijn 3 keer geweest, ik weet niet precies. Hoe kon je die afspelen Die moesten eigenlijk met een sleepnaald. Een sleepnaald? Ja, want dit is... Ja, het lijkt wel papier of iets, hè? Ja, karton. En ja, dan hoezo? Dat was een soort pick-up? Mensen met een gewoon langs. Ja, die moesten hebben. En dan konden ze het opleggen. En dan speelde hij. En dan kon hij daar... Jee. Hoe was dat voor u, als u zo'n stem hoorde? Was dat niet heel emotioneel? Ja, die konden in... Ik was in Samaren en we die af kunnen dragen. Ja, dat was wel voor u ook. Bijzonder. Dat was wel leuk, ja. Ja. Hier je moeder, Harry. Hoe gaat het nog met je? Met ons naar bed, hoor. En dat hopen wij van u. Harry, de tijd zit erop dat hij weer naar huis komt. Hou je dus nog even goed. Houd hem ook, jongen. Wij houden ons ook maar thuis. Harry, mijn hartelijke dank voor je felicitatie. Volgend jaar hopen wij dat hij ook bij het feestje bent. Nog veel groeten van je vader en je moeder. Dag, Harry. Hallo, Harry. Hoe gaat het nog met je? Met mij gaat alles nog goed. Nou, Harry, in Indië is het nog zo wat alles hetzelfde. Toch hebben wij nog kans als je terugkomt. Dat het wakker weer luiden, want volgend jaar is het gestorven 50 jaar priester. Dan is het toch nog leven in het kleine Linde als je terugkomt. Jan maakt het ook wel goed. Ik zal maar een eindje met de hartige groeten. Jan en je zus Marie. Dag Harry. De oudste zus is ook in de gelegenheid een woordje te zeggen. We zullen weer blij zijn als de voetbalcompetitie weer aan de gang is. Want we zijn voor streeks supporters. Ook aan de bijensport. Hoe was dat voor nou om dit zo terug te horen? Ik vind het heel leuk. Ja? Want ze hebben over jaren hebben ze in de kast gelegen. Hè. Het was, 1 plaat was wel behoorlijk te volgen, maar die andere plaat was heel slecht. Bent u nou weer terug in de tijd als u dat nou hoort? Of zeg je,
Zegt u nee, ik kan hier gewoon wel blij van worden als ik dit zo hoor. Of zit u dan weer helemaal daar ginds? Het is net of u het opnieuw hoort, of is dat niet? Nou, dat was zozeer niet hoor. Nee? Maar ik heb zo zeker 10, 15 jaar ik niet meer gehoord, die plaat. Dus dat is wel heel bijzonder, ja, hè? Om die stemmen weer te horen, hè? Er stond ook uw moeder op, wat we net hoorden. Ja. Mijn moeder. Dat is toch wel heel raar, eigenlijk, om uw moeder dan weer zo te horen. Ja, mijn vader niet, die zette niet op. Nee. Die durfde niet. Nee. Waarom durfde uw vader dan niet? Ja, die was... Het was een grote, stevige mens met een klein hartje. Oh ja. Ja. Die droeg zijn verdriet bij zich. Dat denk ik. In zijn hart. Ja, want heeft u veel meegemaakt daar? Nou, ik had dan de verbindingsauto. Hè. Ja. En dan moesten wij heel veel, soms onverwacht, bij acties van 2 of 3 dagen per week soms, moesten we daar naartoe. En daar was... Daar naartoe rijden en weer terug door die binnenlanden was beangstigend. Ja. Ja, maar. En ik kwam er thuis. Ik kwam ooit 4 uur 's nachts thuis, 6 uur 's nachts thuis. Moest 4 uur kon slapen en dan moest er weer dienst doen. Als er iets te doen was. Ja. Dan, en waarom was hij dan zo angstig? Gewoon voor sluipschutters? Sluipschutters, ja. Die er langs. Er zijn er heel veel. En met trekbommen die op de weg lagen. Oh. Er zijn er ook veel meer verongelukt. Ja? Ja. Die trekbomen deden ze s'nachts in de weg stoppen en op een afstand kon ze die af laten gaan. Hè. Of uit een wagen overheen reed dat je ontplofte. Dus nee. Er zijn er heel veel meer. Ja? Ja. Maar gelukkig toen ik reed, niet. U heeft geluk gehad? Dat kunnen we wel zeggen, ja. Maar ja, u heeft natuurlijk ook wel maten gehad die bij u... in dienst waren gelijk die er niet meer thuis zijn gekomen? Mijn vriend daar zo, was een Huibers uit Boffel. Die heb ik leren kennen in Holland in dienst. En daar waren we ginds, waren we kameraden. Hè. En die ging 1 keer buiten Samara. En ze komen terug en schiet het ravijn in. Hè. En lag hij onder. Ach. Onder de auto? Ja. En ik weet niet of ik dat mag zeggen hier, maar de hoofd was er midden door. De hoofd was er midden door. En dat is altijd nog. Maar dan ziet u nog steeds dat beeld. U heeft het gezien gebeuren? Nee. Maar u bent erna wezen kijken? Het lijkwijs. Ach. Ja. Nee. Dat was thuis of de enige zoon. Heftig. Heftig, ja. En... hij is, na de middag is hij overleden dan. En dan werd hij samen als morgen al begraven. Ja. Waarom was hij zo snel? Bij weer de hitte. Het was er 33 graden. Ja. Toen... Dus kon die mensen ook niet koelen of zo? Dan moest hij meteen weg. Nee. Dus al die mensen die gesneuveld zijn, die liggen daar ook begraven? Ja. Ze hebben nog 5 kerkhoven daar. Bij Bandung, dat is de grootste. Maar in Samarang liggen er 1100. En eigenlijk allemaal Nederlanders? En van de Knil ook nog, hè. Van de Koninklijk Nederland-Indisch leger. Oké, okay. Oh ja, natuurlijk, die daar... Ja. Albanese waren bij ons in dienst. Ah, die hielpen jullie eigenlijk mee dan? Die waren met de Hollanders aan het vechten, ja. Tegen de Indonesiërs, ja. Oh, daarom is dat ook dat, zeg maar, de Molukkers... Ja. Dat hij ook niet klikte met... Nee. Oh, is dat daarom? Ik dacht altijd... Nee. Heel veel Molukkers waren militair bij ons. Ja. Goh. Bent u dan nog ooit terug geweest? 2 keer. Ja, 2 keer? Ja. En bent u toen ook uw vriend op gaan zoeken? Ja. Ik zie dat u nog steeds geëmotioneerd raakt, hè? Ja. Het gaat alweer. Hoe is dat nou voor u? Want dan is de oorlog afgelopen en dan gaan jullie weer naar huis. Ja. En dan heb je... Je komt gepakt en gezakt weer thuis, maar ook met een hele hoop shit mee. Ja, ja. Wat je meeneemt vandaar, hè. Oh. Want net zoals hulp en zo van jullie was er helemaal niet, hè? Nee. Of wel? Hadden jullie wel opvang? Of? Niks. Ik kreeg een tientje voor elke maand dat ik in Indonesië was geweest.
En ja, dan moest ik kleren verkopen, want ik had niks meer. En ja, toen naar huis toe. En dan is het van bedankt. Door de bevolking. We worden met de nek aangekeken. Denk ik. Of met de nek aangekeken. Ja, dus scheef aangekeken van. We waren moordenaars. Ik heb geen schot gelost. Nee. Gelukkig niet. Nou. Maar wel veel in het linkgebied, daar veel gereden met de auto. Ja. Ik had een steengun, ik weet niet of je een steengun kent. Nee. Een pistoolmitrailleur is het eigenlijk. Maar die steen moest er een halve niet in laten zitten. Want dat palken, dat er dan, als ik me schiet, dat ging gauw los. Er zijn er veel meer verongelukt. Ja? Als ze door een kuil reden, dat de palken losgooit, dan dat er 30 koppels in. Maar altijd zijn er 180 koppels bij ons, als we ergens naartoe moesten. Ja, gewoon een soort zelfverdediging natuurlijk, werd er gebruikt. Ja, in tijd van nood, hè. Maar als je vuur, dan kun je toch niks. Je moet toch sturen in de wand houden. Ieder werkt toch op zijn eigen haakje. Het is te sparen, zou ik maar zeggen. Ja. Ja. Dan zijn er ook veel Indonesiërs gesneuveld. Ja, veel meer dan Hollanders. Ja. Maar zijn er ook veel verongelukt en door ziekte nog geworden. En hoe bent u teruggegaan? Ook weer met zo'n grote schuit? Of hoe zijn jullie toen met z'n allen weer teruggekomen? Terug zo hadden wij een passagiersschip. Oh. En een, de Goya kwam met Noorwegen. En dat was, toen hadden we 16 man in een ruimte. Hè? En we hadden zelfs lakens aan boord, of aan boord op het bed. Dat is helemaal luxe voor jullie, ja. Dat hadden we nooit gehad in Indonesië. Maar als je op een bed hadden drie pootjes konden uitklappen. Maar nu zie je dus nog steeds. Als die, die vluchtelingen, ook, oh ja, die liggen ook op die bedden. Oh ja. Ja, die hadden wij ook. Ja. Oh. En als je ooit weg moest met actie, gewoon opvouwen en weg. Hè. En die heeft u ook weer 5 weken erover gedaan voor thuis te komen? Nee. Dat ging snel. Toen hebben we maar 22 dagen. Goh, ja. En toen kwam u thuis. Ja, hoe heeft u daar allemaal een plekje kunnen geven, wat u mee hebt gemaakt? Heel moeilijke tijd. Je wordt bang. Je staat erin en je hebt er jaren in gezeten. Ja. En hoe is er dan tijd heelt, wat ze zeggen? Dat wat je, maar ik ben er elke dag mee bezig. Ja? Ja. Met wat u daar mee hebt gemaakt? Ja, die spanning, die angst en zo? Ja, met die angst en met die kameraad die er verongelukt is, ja. Dat is toch wel even heel veel indruk op u gemaakt, ja. Hè? Ja. Goh. Want dan, het leven gaat dan weer verder. U heeft daar dan uw vriendin, uw vrouw. Ja. En ja, u heeft een vriendin was dan, hè? Ja. En u heeft dan zelf een gezin ook weer gekregen. Ja. Maar u heeft altijd die last, draagt u met u mee? Altijd. Elke dag. Heeft dat ook impact gehad op uw huwelijk, op uw gezin? Nee, toch niet. Want het was veel al een geheim dat je het misschouwde eigenlijk. Hè. Ja? Ja? Dan wou de kinderen ook niet meer aan. Nee. Maar uw vrouw toch wel, die weet dat toch wel? Jawel. En de kinderen die weten het ook wel. Maar ja, je kunt er ook niet altijd mee blijven rondlopen natuurlijk. Nee. Of mee blijven vertellen of zo. Ik ben er ook nog elke nacht mee bezig. Ja? Als ik wakker word. Dan zit ik ooit een half uur ook in de kamer zitten. En dan, ja, dan geloven de mensen niet. Nee. Dat komt ook dat je geen hulp hebt gehad, ook niet. Niks. Je nou er was geen opvang. Nee, dat helemaal is niks. Tegenwoordig allemaal wel veel beter natuurlijk. Maar. Ja, ja. Oh, want toen u terugkwam, toen bent u toen weer gaan werken, want u werkte bij Van Oerlen. Van Oerlen, de weverij. Ze moesten ons terugnemen eigenlijk. Oh, dat moesten ze. Ja. Maar daar stond ik over te werken ooit alleen in een afdeling. Zat ik legerband te maken, hè. En dan s'nachts. Dat ging niet. Nee? Nee. Alleen en dan s'nachts, nee, dat ging echt niet. Goh. En toen ben ik op den duur ben ik bij de AXO terechtgekomen, bij Organon in Os. Oh ja, en dat was beter voor u? Ja, FCA viel tegen. Ja? Weverij of chemisch, hè, dat is, ja. Moest u hard werken? Nou, zwaar werk niet, het waren veel ketels, hè. Oh, dat was soort. Ik moest weer koken en dan weer iets bij doen en dan weer iets indampen en dan weer. Ja. Maar ik heb veel voor de anticonceptiepil gemaakt, of gewerkt daar. Ja, ja. Dat was toen nog helemaal, hè, volop. Ja. En toen waren die vrouwelijke hormonen,
die oestrogene stoffen, die begonnen op mijn borstklier te werken. Oh ja? Maar, want had u geen handschoenen of geen bescherming? Toen was het allemaal met open en bloot en ik zat gewoon met je handen ergens in te roeren en zo. Ja. Oh. Maar ik heb 5 dagen in het ziekenhuis gelegen, hebben ze borstklieren verwijderd. Hoezo had u daar zo last van dan? Ja, die borstklieren. Die begon te groeien? Die begonnen te werken. Jee, ja. En bij de meeste mensen gingen ze, na een paar weken ging het dan weer weg. Ja. Maar bij mij ging het niet weg. Dus ik heb 5 dagen in het ziekenhuis gelegen. Ach, god toch, ja. En toen hebben ze die borstklieren verwijderd. Ik heb borstverkleining gehad. Ja, inderdaad. Ja, het is toch wat, hè? Ja, ja. Goh, wat het toch... Is het dan toch veel veranderd, hè, in die tijd, hè? Dat je nou zo... Ja. Dat ze goed nadenken van... Hè, dat mensen goed ingepakt worden en voren gewoon open en bloot. Ja, dat was. Was gewoon met blote handen zat. Ja. En de dames die met testosteron werkten, de melkkamer, die kregen baardgroei en een zware stem. Ja, snap ik. Maar dat is nou niet meer, hè. Nee. Maar toen wel. God. Ja. U heeft daar lang gewerkt en is dat tot uw pensioen heeft u daar gewerkt? 25 jaar en een paar maanden. Ja. En toen kwam de baas bij me en hij zei, Arie, als je wilt, dan moet je eruit hier. Toen was ik 60. Ik zei, ik zal het met de vrouw overleggen. Ja. Maandagmorgen of de volgende morgen, dus zeg het is in orde. Ja, toen ging je met pensioen op je 60ste. En toen heeft u toch nog een heel mooi leven gehad met uw vrouw samen. En... Jawel. Maar het was in het begin wennen. Ja, dat is allemaal. Als je altijd in ploegendienst werkt. Ja. Elke week andere diensttijd. En dan kom je thuis. En dan ging het eigenlijk gewoon een leven aan de gang. Ja. Ik hoorde dat u ook... de wandel vierdaagse heeft gelopen. Ging u dat toen doen, toen u met minder hoefde te werken? Of bent u altijd fanatieke wandelaar geweest? Ik wil graag wandelen, ja. Ja? Ja. Dan ben ik in Bochtel bij de wandelclub gegaan. Och, dat is leuk, ja. Ja. De keistampers? De keistampers, ja. En doet u nog wandelen? Of niet meer? Dat kan ik niet meer. Nee. Lekker hardklep. Och. En die heb ik nog steeds, maar dat blijft zo. En dan mag niet vliegen? Nee, dat weet ik niet, zal het niet goed. Nee. Hoe is het nou voor u om nou, want uw vrouw is nou opgenomen. Ja. Hoe is het nou voor u om hier alleen zo... Ja, u zit hier geweldig, het is een hartstikke mooi appartement, maar om alleen te zijn, om ook 's nachts alleen te zijn. Eenzaam. Alleen in bed te liggen. Eenzaam, ja. Maar niet meer angstig? Nee, niet angstig. Ongelukkig. Altijd Indonesië nog, hè. Ja. En de mensen, ja, maar dat is al zoveel jaar geleden en dat vergeten nooit. Nee, dat vergeten nooit. Nee. En toen was het welkom thuis. Dat is hetzelfde vrouwtje. Oh, ja. Die was ook wel blij dat ik heel uit thuis bent gekomen. Ja, hè? Ja. En toen ik terugkwam, er stond een halve buurt te wachten op de bus die kwam. Ja? Oh, dat zal een feest geweest zijn. Dan zullen ze blij geweest zijn. Er stonden weer een grote bogen. Ja? Maar ja, de eerste nachten, dan kunnen we toch niet goed slapen, hè. Nee. Voelde het wel weer veilig voor u om in uw eigen bed te liggen? Jawel. Dan zo bij uw papa, man weer veilig thuis. Ja. Dan kunnen wij ook laten gaan, hè. Dan komt er ook natuurlijk een hoop verdriet naar boven, hè. Ja. Hoe moet ik dat nou precies uitleggen? Maar ik zou, toen ik terugkwam... Ik kon nergens binnendoor mijn meisje toen, die woonde in Geermonde. Ik zou nooit over kasten zo naar Geermonde gegaan hebben, durfde niet. En waarom niet? Bang. Alleen over de grote weg en dan... Hoezo dat mensen... Nog steeds bang dat die ploffers er ergens zaten of dan de Indonesische troepen. Oh. Bijvoorbeeld. Maar die bang, die zit er nog lang in gezeten. Ja, dus eigenlijk een trauma heeft. Ik ging nooit over Geermonde binnendoor naar... Over kasten, geen monden, zo naar geen monden toe. Nee? Nee. Zo bang. Ja. En hoe is dat door de jaren is dat minder dat geworden? Dat slijt dan wel? Dat is nou niet meer. Hè? Nee, gelukkig niet. En u kon niet bij uw eigen bedenken van, nou ben ik weer in Nederland. Ik ga gewoon naar geen monden toe. Ja. Hier zitten ze niet. Dan was toch die angst, die angst, dat beeld. Die angst die zat er toch in. Dat geloven de mensen niet. Voor veel mensen niet. Ik wel. Ja. Harry, ik ga dit gesprek beëindigen. Ja. Want ik denk dat we alles hebben willen zeggen wat er gezegd is geworden. Ja.
Ik hoop dat het een beetje lucht geeft. Ja. Dat je er nog een keer het over kunnen praten. En ja, ik weet eigenlijk ook niet goed hoe ik het moet zeggen, maar ik kan wel zeggen, ik wens hem een mooie nou een dag, maar ja, die hadden al. Ja. Ik hoop wel dat jullie nog samen toch een leuk feestje hebben. Jawel. Als jullie 65 jaar getrouwd zijn. Maak er toch een mooie herinnering meer van. Ja. Want het zijn toch de mooie momenten die je moet koesteren. Jawel. En ik wens u toch nog een beetje vreugde in uw leven. En ik wil je bedanken voor dit mooie gesprek. Dank je wel. Ook bedankt. Graag gedaan. Hè. I'm not going to be able to do that.